Waar zit je op de wacht in? Op de prik. Wat gaat hier gebeuren? Nee, geen haast, prik. Hoeveel prikken krijgen jullie? Twee. Hier en hier. Vind je het een beetje spannend of niet? Jawel. Ja. En wees juist een beetje zin op. Hoe is het? Wat denkst? Net hier. En vinden jullie het ook een beetje spannend? Ja. Een beetje. En die het zeer? Nee, net echt. Ik voel niet van net. En voelt het een beetje eng of net? Nee. Hey, en die het zeer? Ja. Ja, want ik zie de schrok stijven, hè? En nou? Dan zit nog steeds een beetje zeer. 6, 7. Het duurt niet eens 10 tellen, joh. Topper. En er viel dus helemaal niks, want sommigen zijn maar te goelen. Ik net. En hoe voelt het nou? Nou, toch nog een beetje zeer. Aan welke kant? Deze doet het meest. Nou, dit gaat hartstikke goed. Wij hebben 300 benen en Jochen hier gaan oproepen om hier te komen voor het vaccineren. En nou, het rent heel best. En in totaal, hoeveel ben er in Friesland oproepen voor een Jochenjarige prik? In totaal ben er in Friesland zo'n dikke 1000 benen oproepen. Goed. En? Het is net zeer. Helemaal net? Nee. Nou, hoor, de beste is er van wel. Ik voel net zeer dan. Hier staat een stoel speciaal voor jou. Nou, dat is leuk. Leuk, ja, hè? Ja. Speciaal voor jou. En je hebt er wel zin in, volgens mij. Ja. Ja, dat dacht ik. Ja, ik zie het. Hey, we gaan even heel snel. Je krijgt 2 prikjes vandaag. Wij doen het in 1 keer. Ben jij in 1 keer klaar? Ja. Kriebelt een beetje. Dat vind jij niet erg, volgens mij. Hé, hey, wat doe je dit goed? En zit je moeder hier te plagen? Ja, doet ze altijd. Ben ik eigenlijk wel gewend. Oh. Ben je wel gewend, hè? Ja. Wist er waar die prik voor is? Voor de ziekte of zo. En welke ziekte? De rode hond of zo. Voordat je geen ziektes krijgt. De DTP, dat is difterie, tetanus, polio. En de BMR, is dit voor de bofmazen en de rode hond. Rode hond en nog een ziekte, maar die weet ik niet. Als ziektes. Nou, nevens mij ben je toch wel gezond, hè? Ja. Vanaf nu ben je heel gezond. Ja, soms kan je ook nog wel een griepje of hoofdpijn krijgen. Oh, dat nog wel? Ja. Dat is 32,25. Wat ben je nou aan het maaitsen? Ik maaitsen nou een lagerbus voor deze koppelingspedaal. Maar je hebt meleur met de auto? Ik heb geen meleur met de auto, ik restaureer de auto. Maar jouw houdt van het opknappen van ja, auto's? Jazeker, ik restaureer graag auto's. Mag ik even wat zien? Je mag heel veel wat zien, dat is mooi goed. Zo, hier is dit auto waar ik mee aan het restaureren ben. Dit is een Jaguar XK150 van 59. Dat ik ga hem helemaal uit me halen. En nou ja, heel, alle boutjes en alles had eruit geweest en dat heb ik al hier behandeld laten. Het zwart is al je koten. Maar je hem echt helemaal uit me kunnen Ik ga hem helemaal uit me halen. De motor is helemaal uit me geweest en alle delen die eronder zitten, had net moe meer op zijn vest zitten en bouwt. Niks. Ik zou je geen wiers uit worden. Nee, hè? Nou, alles wat ik eerst uit me helle, voor ik het uit me helle, meid ik eerst al je foto's. Maar dat is het dan. Dan maak ik het verder met de man. Dus onthouden hoe het zit. Nou, dat past dus net. Maar hij komt altijd weer goed in elkaar. Hij komt altijd weer goed in, maar dat hak mij. Ik ga nu, dit is de fibre die ik restaureer helemaal. En wat voor kap je het hier nou op?
Je komt de carrosserie op, die staat je naast. Maar ik ben wat liefst behuizen, dus die staat je naast. En dat is deze. Daar heb ik helemaal nieuw plaatwerk in zet. Dit wordt wel een hele mooie auto. Ja, zeker, zeker. En er zit een heel mooi detail bij. Dat is dashboard. Dat is helemaal hak op nij fineerd. En helemaal op nij opbouwd. En dan komen hier de klokken dus in. Prachtig. Ja. Wat is er nou zo mooi aan zo'n oude Jaguar? Het rijden. Het restaureren, daar begint het mee. Hè. Dat vind ik het mooiste. En dan het rijden. Ik mag heel graag in deze auto rijden. Ik kan je nou in je steen. Maar waar is even een stukje mij om mij? Je kan nog wel een eindje mee, ja zeker.